Net ten zuiden van Colmar ligt Eggisheim. Dit dorp in de Elzas is in cirkels gebouwd rondom een kasteel uit de 13e eeuw en heeft zo een zeer originele vorm. Een wandeling door de geplaveide straatjes, rijk aan oude vakwerkhuizen met houten ramen en balkons getooid met gerariums, is aangenaam. Het gebouw dat het meest gefotografeerd wordt, is de Duiventil. Het centrale plein is prachtig, met zijn fontein, het kasteel van de hertogen van Eggisheim en de gekleurde kapel van de heilige Leo de IX. De kapel binnenlopen is wel verplichte kost, want deze is nog helemaal geschilderd. Dit zal voor veel mensen even wennen zijn, maar zo zagen de meeste kerken er in de middeleeuwen uit, hoewel er weinig met kleur werd gedaan in die tijd. Het was duur en veel kleuren werd als duivels gezien, en het waren juist de kerken die bont werden beschilderd. Naast Wijn en de Ooievaars is Eggisheim ook beroemd omdat het de enige paus uit de Elzas heeft voortgebracht. Bruno d'Eggisheim werd hier in 1002 geboren en schopte het in 1049 tot paus Leo. Langs de Hoofdstraat komen we langs het monument van de gesneuvelden van de Tweede Oorlog. En komen voorbij de oude stadswallen, waar de Noordertoren stond. Langs de Rue du Rempart Sud gaat het verder tot aan de kerk Saint-Pierre en Saint-Paul. Die werd gebouwd in 1220 op een oude Carolingische fundering, waarvan alleen de basis van de klokkentoren is overgebleven. Dit gotisch gebouw bevat slechts enkele Romaanse elementen die overeenkomen met een bepaalde periode. Na de kerk nemen we Rue du Rempart Nord. Om zo uit te komen aan het Catharinenhof, het oude hof van Hohenburg. Het werd overgedragen aan de Catharinettes van Colmar en werd later Unterlindenhof genoemd. Deze binnenplaats heeft een opmerkelijke architecturale indeling met geavanceerde gebouwen. Ze werden gebruikt om gewassen op te slaan en om de goederen te beoordelen en te beheren. Dit hof was vanaf 1290 eigendom van het klooster van de Dominicanen van Colmar, dat nu Unterlinden Museum is geworden.